Vanavond staan we stil bij de documentaire Climate the Movie, een opvolger van de tegenhanger An Inconvenient Truth van Al Gore. Morgen is de wereldpremière in Londen, maar hier alvast, nog nergens eerder vertoond, de eerste beelden van de docu Climate the Movie. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? This is the story of how an eccentric environmental scare grew into a powerful global industry. It's a wonderful business opportunity, okay? You want climate, we'll give you climate. There's a huge amount of money involved. This is a huge, big money scam. There are not just now billions, but there are trillions of dollars at stake. It's a story of self-interest and big government funding. People like me, our careers depend on funding of climate research. This is what I've been doing just about my whole career. This is what the other climate researchers are doing with their whole career. They don't want this to end. If CO2 isn't having the huge negative impacts that we claimed it was having originally, how are we going to stay in business? A lot of people's livelihoods depend on it. They're not going to give that up. This is a story of the corruption of science. There's no such thing as a climate emergency happening on this planet now. There's no evidence of one. The climate alarm is nonsense, you know, it's a hoax. I've never liked hoax. I think scam is a better word, but I'm willing to live with hoax. It's a story about the bullying and intimidation of anyone who dares to challenge the climate alarm. To speak up against or about climate change in any sort of skeptical way was essentially career suicide. Activists are even calling for any skepticism to be criminalized. It's the story of an assault on individual freedom. It's a wonderful way to increase government power. If there's an existential threat out there that's worldwide, well, you need a powerful worldwide government, you know, to cope with it. We see all these kind of authoritarian measures being adopted in the name of saving the planet. You've suddenly got the population under control all over the world. Ja, Marcel, dit is dus de opvolger van de Great Global Warming Swindel uit 2007. Aanstaande donderdag organiseer jij met Clintel de première van deze docu. Waarom was er een opvolger nodig? Nou ja, precies om wat je zei, 2007. Dus kijk, An Inconvenient Truth van Al Gore, de beroemde film van Al Gore, was 2006... En toen heeft Martin Durkin, een Britse filmmaker, die heeft in 2007 dus een reactie eigenlijk gemaakt. En dat was de Great Global Warming Swindle. En dat was destijds best wel een in het oog springende documentaire. Grappig om te vermelden. In die tijd, en het zou nu denk ik niet meer gebeuren, in die tijd heeft de KRO de documentaire uitgezonden integraal. En dat leidde toen al wel tot enige commotie. Dus hebben ze toen een debat georganiseerd. Geleid door Jort Kelder en Sven Kokkelman. Met voor- en tegenstanders. Ik zat ook in dat debat. Toen kon dat nog. Ja, 2007. Ja. En jarenlang stil geweest. En de Amerikaanse producer van deze nieuwe film. Dat is Tom Nelson. Tom Nelson is een Amerikaanse podcastmaker. Hij doet podcasts met een heleboel kritische denkers over klimaat in de hele wereld. Hij interviewde die Martin Durkin over wat die film voor hem heeft betekend. Want Martin Durkin maakte hem destijds voor Channel 4. Dus gewoon een mainstream kanaal. Maar werd toch wel behoorlijk verketterd. Heeft daarna best wel veel last gehad van het feit dat hij die film had gemaakt. Ja. En Tom Nelson heeft hem gewoon gemotiveerd. En volgens mij heeft Tom Nelson ook die film gefinancierd. Die heeft gewoon gezegd, joh, ga jij nou nog even één keer je ding doen? Want Martin Durkin is nu in de 60. Dus die ga nou even nog een keer een opvolger maken van deze film. En Durkin zelf, ik heb per e-mail veel contact met hem gehad. Hij zegt, zelf vindt hij deze opvolger beter dan de Great Global Warming Swindle. En die was wel erg goed, toch? Die was erg goed. Ja, die was erg goed. Wat gaan we hierin zien? We gaan er straks nog verder op in. Wat gaan we hierin zien wat we in die vorige film nog niet hebben gezien en gehoord?
Kijk, het is wel, dat zie je al een beetje in deze aankondigingen. Hè? Dus het gaat nu wel meer nog dan toen. Toen was het meer van, zij zeggen het is CO2, maar wij zeggen het kan ook de zon zijn. Of het kan ook, hè? Dus dat was meer een beetje, dat zit ook wel in deze. Maar nu is het ook meer, wat je hier ook duidelijk ziet, de corruption of science. En dus dat echt iedere vorm van skepsis is gewoon compleet uitgebannen. En deze mensen die allemaal aan het woord komen, hebben daar allemaal persoonlijk mee te maken gehad. Ja. Maar Israël, zijn jullie getriggerd na het zien van de trailer? Gaan jullie kijken? Ja, ik ben eigenlijk door die hele klimaatgekte ben ik in de sceptische hoek in zijn algemene terechtgekomen in begin jaren 2000. Dus hoef je jou niet te overtuigen? Nee. Ik heb zelfs geologie gestudeerd vroeger. Maurice? Ik weet er nog wat van. Hoor. Nou, ik ben altijd iemand die heel veel informatie tot me wil nemen. En ook informatie die misschien haak staat op wat mainstream is, om gewoon vanzelf te vergewichtigen wat daar gezegd wordt en wat daar gesteld wordt. En om dan zelf mijn mening te kunnen vormen. Dus ja. Ik ben er erg in geïnteresseerd. Je gaat je huiswerk doen. Even terug naar de actualiteit. Want we gaan straks verder over deze docu. Want ja, dit is natuurlijk iets wat elke dag actueel is. Dagelijks komen er krantenkoppen in het nieuws. Zoals deze, nu.nl kopt. Europa riskeert enorme klimaatrampen als het niet onmiddellijk actie onderneemt. Europa zou volgens het Europees Milieuagentschap onvoldoende voorbereid zijn op klimaatverandering. Verderop in het artikel wordt zelfs gesproken over honderdduizenden mensen die zouden kunnen overlijden als gevolg van klimaatverandering. Hoe moeten we dit lezen? Want we hadden het net over een situatie waarbij we op een ijstijd afstevenen. Nu dit weer. Riskeert enorme klimaatrampen als er niet onmiddellijk actie wordt ondernomen. Ja, dat is een breed begrip. Ja, het woord actie. Ik ben ook nog niet helemaal achter waar dat uit het rapport komt. Het is een zou ook van een artikel van 3 weken geleden kunnen zijn. Het is een rapport van het Europees Milieuagentschap. Dat is ongetwijfeld al jaren in de maak. Want het is een rapport van 425 pagina's dik. Ik heb eventjes gezocht in het rapport van, ja, kijk, dit gaat allemaal over de toekomst, hè? En we gaan het zo direct nog hebben over een ander artikel wat vandaag van mij online is gekomen. Waarin je. Kijk, in eerste instantie is het goed om naar data te kijken. We hebben hier ook een datamanier. Nou, data hebben we vooral uit het verleden natuurlijk. Wat deze mensen doen, is die kijken met computermodellen en scenario's, kijken ze naar 2100. En ook dit rapport leunt weer heel sterk op extreme scenario's. Dat noemen we RCP 8.5. Dat is het meest extreme scenario van het IPCC. Inmiddels totaal debunked. Mm-hmm. Maar het blijft maar gebruikt worden. Het KNMI blijft het gebruiken. Nu blijft de EMA het weer gebruiken. En kijk, als je zo'n extreem scenario draait, wat gewoon op zichzelf al totaal onrealistisch is, hè? Want dan heb je het dus over extreme gebruik van steenkool in de komende eeuw bijvoorbeeld, waarvan energiedeskundigen zeggen dat gaat dus niet gebeuren. Maar je gooit dat scenario gooi je in een computermodel. Dan ga je berekenen hoeveel opwarming geeft dat. Nou, dan krijg je 4, 5 graden opwarming deze eeuw. Dat gaat dus niet gebeuren. Maar als je zegt, stel dat dat zou gebeuren, dan zouden er wel eens 100.000... ik geloof dat ze hebben over 100.000 doden door hitte. Maar dat is dus op basis van een extreem scenario. En waar ik nog goed naar moet kijken, is de rol van adaptatie. Ze gebruiken het woord adaptatie, hè, dus je aanpassen aan klimaatverandering. Ja. Dat gebruiken ze heel veel in het rapport. Ja. Maar veel van dit soort studies, die zeggen dan, oké, het wordt 4 graden warmer en we gaan ons niet aanpassen. Dus bijvoorbeeld de zeespiegel gaat een meter stijgen, maar we doen niks met de dijken. Ja, wat krijg je dan? Ja, dan krijg je natuurlijk veel overstromingen en mensen die daarbij omkomen. Maar dat is totaal niet realistisch. Dit roept even vragen, waar sta jij nou in dit? Want je hebt natuurlijk de mensen die zeggen, het is helemaal niets aan de hand. Klimaatverandering is geen issue, bestaat niet. Je hebt de mensen die zeggen, ja, dat is aan de hand, dat gaat gebeuren en we moeten ons daar zo goed mogelijk tegen wapenen. Je hebt de mensen die zeggen, we kunnen het nog omdraaien, we kunnen het voorkomen. Waar sta jij? Nou, als je deze drie noemt, dan sta ik in die middelste. Want klimaatverandering bestaat wel. En over de rol van CO2, daar kunnen we ook met Ralf heerlijke discussies over voeren. Ralf is daar misschien nog wel sceptischer over dan ik. Ik vind het ook prima om te zeggen van, nee, best kans dat CO2 een deel van de opwarming in de afgelopen 100 jaar veroorzaakt heeft. Alleen ik en met mijn cliëntel, wij constateren dat zelfs als die opwarming door CO2 komt, dan is het niet een probleem, laat staan een crisis.
En dat kunnen we zo direct zien ook aan het volgende plaatje uit het artikel van mij van vandaag bij In de Pen. Ja, jij stond vandaag stil met een artikel in de Pen bij dit thema. Klimaatadaptatie, je deelde daarbij deze grafiek. Ja, want kijk, de klimaatgerelateerde doden die de afgelopen 100 jaar drastisch zijn afgenomen. Een daling dus. Ja. Dat zien we dus links. Hè? Ja, dat zie je dus links. Zie je dus, en dit is een internationaal erkende database uit Brussel. Die houdt alle rampen... Slachtoffers bij rampen, ja. Bij natuurrampen, denk aan overstromingen, droogte, orkanen, bosbranden. Dat wordt allemaal in een database gestopt in Brussel. Door wie? MDAT heet die database. Ja, door wie? Door wie? Door wetenschappers die verbonden zijn aan MDAT. Ja. En Björn Lomborg, dat is een hele beroemde milieueconoom uit Denemarken, die heeft die data een aantal jaar geleden in een grafiek gezet. En dan zie je dus wat je daar in die linker grafiek ziet. Dus dan zie je dat de afgelopen 100 jaar... het aantal mensen dat omkomt bij dat soort natuurrampen... Ja. Met iets van 97% gedaald is. En dan moet je ook nog bedenken, in die periode steeg de wereldbevolking van 2 naar 8 miljard. Uh-huh. Dus je zou zeggen, meer mensen kwetsbaar. Hè, meer mensen in kwetsbare gebieden. Maar nee, ondanks dat ging het met 97% omlaag. En wat voor rampen hebben we het dan? Dan heb je dus nogmaals over overstromingen, orkanen, bosbranden, droogte, hitte. Al die dingen waar nu de EMA ook voor waarschuwt. Allemaal zaken die ook uit klimaatverandering voortzetten. Ja, nou, Björn Lomborg is zo bekend dat hij gebruikt deze grafiek zo vaak op LinkedIn en Twitter. Ik gebruik hem ook altijd in lezingen. En dan zeg ik, dit is de belangrijkste grafiek van mijn lezing. Want hier zie je in één oogopslag dat er geen klimaatcrisis kan zijn. Het is steeds minder slachtoffers. Maar dit loopt zo uit, ook dit kan bijna niet waar zijn. Nou, het zijn omgekeerde grafieken. Ja, precies. Want wat hebben die mensen van MDAT nu gedaan in de grafiek daarnaast? Het is uit hun publicatie. Die hebben gezegd van ja, maar die data zijn wel heel erg gevoelig voor de grootste rampen. Dus wat hebben ze nu in het middelste plaatje gedaan? Hebben ze de 50 grootste rampen, dus met de meeste slachtoffers, die hebben ze even uit hun database gehaald en zeggen, kijk, als we maar 50 rampen eruit halen, dan hebben we opeens een stijgende trend. Met andere woorden, ze willen daarmee aangeven een soort van hoe gevoelig hun data is voor individuele rampen. Ja, dank je de koekoek. Als je de 50 grootste rampen met soms wel miljoenen slachtoffers, als je die eruit haalt. Mm-hmm. Nou, en dan het rechterplaatje. Ja, dus heel even voor de goede orde. Ze hebben die grote ramp uit geschiedenis, hebben ze eruit gehaald. Waarvan zij zeggen, daar ligt dus geen verband met klimaatverandering. Nee, nee. Het is puur omdat ze zeggen, er zitten honderden rampen in die database. En ze hebben er 50 uitgehaald om een beetje aan te geven hoe gevoelig dit soort plaatjes kunnen zijn voor individuele rampen, bij wijze van spreken. Er zal toch wel een gedachte achter zitten waarom ze dat eruit hebben gehaald. Kijk, de gedachte erachter is, Björn Lomborg is heel invloedrijk. En dit is niet hun boodschap. Dit is niet hun gewenste boodschap. Zij willen niet laten zien dat het fantastisch gaat met een afname van slachtoffers. Want zij willen urgentie rond klimaatverandering. Dus hebben ze deze truc toegepast. Maar Lomborg zegt, want het derde plaatje, dit plaatje is door Lomborg gemaakt, het derde plaatje, die zegt, ja, je moet niet de gemanipuleerde schaal gebruiken. Als je dan die grafieken naast elkaar zet, moet je dezelfde schaal gebruiken langs de y-assen. En dat heeft Lomborg in het rechte plaatje gedaan. En dan zie je dus die stijging uit het middelste plaatje, hoe dat zich verhoudt tot dat linker plaatje. Dat stelt dus niks meer voor. Bovendien, die stijging die je dan nog ziet, is juist een toename van registratie. Ja, want je kunt je voorstellen dat in 1920, als er een ramp plaatsvond met 1 dode, dan belandde dat nog niet in de database. Alleen de miljoenen rampen, de grote rampen, belanden in de database. Pas in 1963 belandde de eerste ramp met 1 dode in de database. Ja. Dus wat je daar ziet, die toename daar, is een toename van registratie van kleine rampen. En dat heeft dus ook niks te maken. Maar ja, Eigenlijk is dit een soort fact-check avant la lettre. Als binnenkort de media. Want de media hebben dat linker plaatje vrijwel nooit getoond. Mm. Marcel, jij bent van de grafiekjes en de data. Hoe luister jij naar Marcel? Nou, kijk, weet je wat dat is? Het is zo herkenbaar. En dus zeker de laatste 5 jaar vond ik het ontluisterend hoe eigenlijk data en grafieken gemanipuleerd worden om de boodschap over te brengen die men over wil brengen. Mm-hmm. Trouwens, aan meerdere kanten. Hè? Dus niet alleen maar de ene kant of de andere kant. Mm-hmm. Maar er is eigenlijk geen respect voor de basisregels van wat statistieke grafieken zijn, omdat die
totaal overspoeld worden met de boodschap die men eigenlijk wil doen. Mm-hmm. Dus wat je voortdurend ziet als je grafieken en statistieken tegenkomt, en bij de coronaperiode was het RIVM daar geweldig in, het is gewoon marketing. Het is gewoon, eigenlijk moet het bij de ster dat soort dingen komen. Ja, ja. En verder niet in de nieuwsgaring. Dit is een schoolvoorbeeld. Dit kan zo op je site. Het is ook nog maar net. Bij zo, dit soort, het is ook net wat je erin stopt, natuurlijk, hè, aan data. Ja, maar het gaat om hoe je het presenteert. Hè. Dus als je zelf een belang hebt, die mensen van MDAT hebben dat bijvoorbeeld, een belang hebt bij urgentie. Hè, van, dit moet urgent gevonden worden, want dan kunnen wij ook weer meer doen. Dan ben je natuurlijk gebiased in de manier waarop je je data presenteert. En dat zie je across the board. Dat zie je eigenlijk bij alle onderwerpen zie je dat gebeuren. Ja. Bijna al die mensen hebben een agenda op de een of andere manier die het aantrekkelijk maakt om het zo dramatisch mogelijk voor te stellen. En dat doen ze dan ook. En met als extra punt dat er niet meer een soort debat over is. Dat er niet meer een tegenkracht is die zegt, ja, maar kijk eens naar dat en dat. En dat wordt, laat ik zeggen, in onze soort kanalen komt het dan wel. Maar de hoofdkanalen is er bijna geen ruimte meer voor. Of willen ze het ook niet, omdat ze alleen nog maar in dat verhaal zitten. Ja. Dat was ook zo grappig, de laatste opmerking, een korte opmerking. Dat MDAT, die dus die tweede grafiek had gemaakt, hè, die omhoog ging in plaats van naar beneden, die schrijft dan in hun tekst, zeggen ze, ja, op social media was er nogal wat beroering over hoe onze data werden gepresenteerd. Maar dan niet eens het fatsoen hebben om Björn Lomborg gewoon als bron te noemen. Terwijl iedereen die ook maar een beetje in het onderwerp zit, weet dat hij dat was. Weet je, dat is zo'n kinderachtig gedrag. Maar goed, ik heb ook het idee dat we nog verder van de oplossing weer zijn afgedreven, want ik zie twee totaal verschillende grafiekjes waar mensen elkaar mee om de oren slaan. Hoe gaat dit nou weer zorgen voor een volgende stap in de goede richting? Nou ja, weet je, kijk, zij hebben de 50 grootste rampen eruit gehaald. Dus de boodschap is heel simpel. Er is een dramatisch, spectaculaire afname van sterfte. Bij In de Pen was mijn kop, we zijn immuun voor klimaatverandering. Wat ik daarmee bedoel is niet dat er geen klimaatverandering is, maar we kunnen heel goed dealen met klimaatverandering, omdat we welvarend zijn geworden. En dat is wat dat plaatje laat zien. Maar dat is blijkbaar een inconvenient message. Ja. Nou, zijn we terug bij de film. Ja. Maar dan heb je het ook nog niet over de dreiging die wordt opgeworpen natuurlijk ook. Hè? De dreiging van klimaatslachtoffers die ook wordt gebruikt. Los van de data van de... Zoals in het EMA-rapport weer. Met toekomstige enorme extreme scenario's kan je toch weer een soort... Dus zij beweren in feite dat die afname in de toekomst weer een toename gaat worden als de extreme scenario's uitkomen. Donderdag dus, de première van de docu. Jij hebt 4 tickets bij je. Niet virtueel. Behoorlijk, doe maar even leuk mee. Hoe kunnen mensen daar kans op maken? Hoe kunnen de kijkers daar kans op maken? Ja, nou ja, we hebben een prijsvraag bedacht, maar niet al te moeilijk. Hè. We zullen de kijkers niet al te moeilijk maken. De prijsvraag is als volgt. Net ook in het fragment zit een Nobelprijswinnaar. En die Nobelprijswinnaar is ook ondertekenaar van de Clintel World Climate Declaration. En we vragen, wat is de naam van deze Nobelprijswinnaar? Weet jij de naam van deze Nobelprijswinnaar? Ga dan naar blackbox.tv/cold-truth. Vul je antwoord in. En wie weet, zit jij donderdag eerste rij? Precies. Dan moeten we even de hand schudden. Goed zo, dankjewel Marcel Kok. Graag gedaan.